Christmaholics, volgens mij zien jullie wel waar ik nu sta. Ik sta inderdaad bij de Intratuin in Duiven voor de beroemde rolband of rollenband of hoe je het ook wil noemen. En wij gaan zo meteen als eerste een kijkje nemen. Morgen gaat de kerstshow hier pas open boven. Ze zijn nog bezig met de laatste puntjes op de i zetten. Maar het ziet er al super mooi uit en ik ga jullie nu met me meenemen. Misschien wel de 11e keer dat ik hier ben. Ik moet straks even goed nakijken. En ik vind het nog altijd, iedere keer als ik hier ben, weer een wonder dat ze weer zoiets nieuws en zoiets anders en zoiets moois van hebben weten te maken. Achter mij vind ik echt een heel mooi stukje. Het is echt super warm, een beetje alsof je in een cabin zit. Echt zo'n huiskamergevoel. Dan is het nu tijd voor het gigantisch grote kerstdorp, de miniaturenafdeling. Superveel van die hobby-spullen. Kransen en takken en echt. Het is gewoon, moet je nou kijken. Ja, ik weet niet of het goed te zien is, maar het is echt. Het is een walhalla voor knutselaars. Wat
natuurlijk niet kan ontbreken is de Countryfield Hoek. Van deze vlog over de kerstshow bij Intratuin in Duiven. Wat vond je ervan? Geweldig. In één woord, geweldig. Ja, ik ook. Het is echt super mooi. Het thema is super mooi van de rolband. En hier in de afdeling met kerstversiering, alle kleuren lopen in elkaar over. Het is echt top. Ik ben totaal niet boeiend. Jij betaalt mij. Oh ja. Good point. Welkom Chris Mollers. Dus we zijn vandaag... Nee, het is alleen ik. Jij was niet meer boeiend, dus ik film mezelf nou. Ik weet niet of ik helemaal in focus ben. Ga nou toch weg, man. We zijn bij Intratuin Duiven. We gaan even een rondje wandelen en Sas is heel vervelend. Dus, ga je met ons mee?